Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Nu schijnt ze nog vaak, maar morgen komt de zon weer op, dus wacht op morgen. Met 10 kandidaten zijn ze nog voor de rol van Annie, die wel al zeker is van zijn plek op het podium. Dat zijn Deborah de Ridder en Mark Thijsmans. Als je de kinderen hoort repeteren en je hoort die muziek, dan weet je direct dat dat goed zal zijn. Want nog eens die muziek, die voorstelling hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. Dus ik vind het heel leuk dat ik daar eens in mag meedoen. Gewoon om daar deel van te kunnen uitmaken. Ik vind dat gewoon reuze plezant. Thijsmans speelt de goede Mr. Warbucks, de Ridder de slechte Miss Hennigan. Jij bent een echte bitch. Goh, blijkbaar. Ik heb op tv al wat bitchrollen mogen spelen, maar op toneel nog niet echt heel vaak. Dus voor mij is het gewoon heel leuk. Dus dat gaat je goed af, de bitch, uithangen? Goh, we zullen zien of ik de bitch kan uithangen, maar ik denk het wel. Ik denk dat je dat aan mijn broers moet vragen. Is Mr. Warbucks meestal niet volledig kaal? Mr. Warbucks is niet meestal volledig kaal, die is gewoon altijd volledig kaal. Dus weet Thijsmans wat hem binnenkort te wachten staat. Het scheermesje bovenhalen en alles eraf. Ik vind dat echt leuk dat je dat af en toe eens kan doen. Gewoon, want in het dagelijkse leven, zeg maar, als gewoon mens, kan je dat eigenlijk niet ongestraft doen. Zo dikwijls jaar veranderen. En in ons vak kan dat wel. En dat vind ik geweldig. Oké, geniet van je kale kop. Dank je. Musical Annie in het kerstverlof in de Arenberg Schouwburg.